De commissie Zwaartransport heeft vanmorgen het rapport met aanbevelingen en voorstellen voor maatregelen en sancties tegen bestuurders van zwaar materieel aan OVTNC-minister Jerry Miranda aangeboden. De commissie is na het ongeval van de Zarenbrug geïnstalleerd door de minister. Met als taak na te gaan welke zwaardere maatregelen tegen chauffeurs van zwaartransport getroffen konden worden. Volgens Dani Stolk, voorzitter van de commissie, hebben zij heel veel vergaderd en gebrainstormd over wat ze aan de minister zouden aanbieden. Stolk ging in op enkele van de aanbevelingen. We hebben in het traject met betrekking tot de vergaderingen en om te komen tot regulering van het zwaartransport. Let wel, ik leg de nadruk op, omdat we veel in de samenleving willen gaan geloven dat wanneer we praten over zwaartransport, we bedoelen houttransport. Nee mensen, zwaar transport is alles. Alles. Zand, grind, stenen, water, cement, mortel, noem maar op. Alles, alles valt eronder. Wat wij hebben aangeboden als commissie, wat we nu gaan aanbieden aan de commissie, als commissie aan de minister, is het vaststellen van de maximale uitschiet van houtblokken tot 2 meter. U mag weten dat ons rijbesluit niet voorziet in de uitstekende lading, hoe ver de uitstekende lading mag zijn, hoe lang het mag zijn. Meegenomen de lading, dat de volading voldoet aan de vastgestelde aslast. U weet, de huidige wetgeving geeft nog aan een aslast van 8 ton. Nadat de minister het rapport in ontvangst had genomen, zei hij dat aan de commissie was gevraagd alle rapporten die de afgelopen jaren zijn uitgebracht mee te nemen in hun onderzoek. Bepaalde rapporten zijn niet meer van toepassing, maar volgens de bewindsman was het toch goed sommige aanbevelingen over te nemen. De commissie heeft het echt zijn best gedaan en ik ben heel tevreden, zegt Miranda. Het heeft natuurlijk een beetje een andere wending. Omdat op een gegeven moment je probeert, ons main taak is te zorgen de infrastructuur van het land, zeker internationaal op peil te brengen, één. Ten tweede, ervoor te zorgen dat die schaarse middelen die we uit gaan geven voor infrastructuur niet binnen de kortste keren kapot gereden worden. Maar ook belangrijk dat je de private sector, die uiteindelijk de dobber is waarop een groot deel van die economie steunt, ook niet onheus naar hun toe bent. En dat je ze ook meeneemt in het geheel. Op grond daarvan heb ik ietsje later op dag een meeting ook met een vertegenwoordiger van alle transportsectoren bij elkaar. Alleen maar dat men begrijpt, het gaat echt niet. Ik heb persoonlijk niets tegen die man die hout transporteert of tegen meneer X die grind transport. Ik heb gewoon geen persoonlijk iets tegen de mensen. Ik vraag alleen maar dat we met z'n allen echt wel ervoor zorgen dat dat ding in stand blijft. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak vanmorgen nadat hij het rapport van de commissie Zwaartransport heeft ontvangen. In het rapport staan er aanbevelingen en voorstellen voor het treffen van maatregelen en sancties tegen bestuurders van zwaar materieel.